Mijn naam is Gerald, ik ben bij Heracles werkzaam op het maatschappelijk vlak. Dus ik coördineer de maatschappelijke projecten vanuit de club. En ik moet zeggen, toen wij gevraagd werden hoe wij aankeken tegen het initiatief als dit, en uiteindelijk kwam daar een gouden naam Tafelpraat bij, daar werden wij daar eigenlijk wel heel erg vrolijk van. Prachtig initiatief waar voor ons natuurlijk vrij weinig moeite is. We willen altijd de intentie was twee mensen aan tafel zetten. Nou, vandaag weer met Arend heb je één gigantisch grote verdette. Het grootste was voor mij toch altijd wel de wedstrijd tegen Ajax. In 1974, toen we in de verlenging wonnen met 4-2. Daar heeft iedereen het nog steeds over. Ja. Nou ja, ik uiteraard natuurlijk ook. Daarnaast heb ik 31 jaar gewerkt bij Texas Instrument. Ik ben daar als monteur begonnen. Maar ik kon aardig goed praten, zeiden ze. En een beetje leiding geven, dus ik ben supervisor geworden daar. Gewoon, wij scouten alles af in Duitsland en in Nederland. Ja. En ook onder de 18, 19, we hebben dan wel geen jeugd. Ja, die hebben we dan samen met Twente, maar dat ligt op dit moment een klein beetje moeilijk. We hebben het nog wel, maar het moet dan weer een nieuwe impuls gegeven worden. Maar wij scouten ook jonge talenten die we eventueel als een groep van 5, 6 bij de eerste selectie kunnen krijgen. Dus ik was bij de jeugd van Bochum tegen Bayer Leverkusen. Er kwam in één keer Frits met een brief gekregen van Steve McConen dat hij ze bij de kinderen graag wou zien. Want hij had een tweeling verwekt in Westerhaar. Ja, en op een gegeven moment vertelt Frits dat, dreef hij zijn verzuchem onder drie. Hij zei, maar ik had het wel vergeten, hè? Maar dat was mijn zuster. Nou, Heracles begon met walking voetbal. En ik was een voetballiefhebber. En net als Arend ook een oud AGOVV'er. Ik heb me aangemeld en sinds die tijd ken ik een hele hoop mensen in Almelo. Dus wat dat betreft, als je zou kunnen zeggen, hoe socialiseer je? Ja. Begin met walking voetbal. Ja, je leert een hele hoop mensen kennen. Ja. Tot nu toe hebben we voor mij bij 4 wedstrijden nou die proef gedraaid. Dat je inderdaad op gezichtsherkenning naar binnen komt. En in mijn geval, ik heb nu een 3 weken baardje staan. Dus lang het was. Dan maakt het ook niet uit of je wel of geen baard hebt. Dus hij kent de punten in je gezicht, zeg maar. Dus okay. Dat zijn unieke eigenschappen die dat helemaal doorberekenen. Dus als ik nou morgen een baard eraf doe of mijn baard eraf doe, dan maakt dat niks uit. Maar dat is wel een proef, wat voorlopig ook een proef blijft. Demirel reed ook in een leaseauto. En Demirel was echt een stoute jongen, maar wel in de goede zin van het woord, vind ik. Maar hij kwam met zijn auto, kwam hij in de vijver terecht. Oh. En dat moest hij toch even uitleggen, want volgens mij was hij een beetje aan het stoeien geweest in die auto. Ja. En dan niet op de rem, dan is dat een lastig. Ja. Maar hij wou ons duidelijk maken dat hij de eentjes wou voeren. Ja. Ik zei, nou, jij hebt wel wat gevoerd, maar niet de eentjes. De eerste aflevering van Heracles Praat is achter de rug. Waarom hebben jullie dat georganiseerd? Nou, de tafelpraat van Heracles hebben we georganiseerd, met name om te verbinden. En wij denken dat het heel belangrijk is dat ouderen contact met elkaar hebben, dat ze elkaar op bepaalde momenten ontmoeten en dat ze met elkaar ook in gesprek gaan. En voetbal is natuurlijk een heel mooi onderwerp daarvoor, met name ook voor de mannen. Maar zoals jullie gezien hebben, waren er ook vrouwen. En ik moet zeggen, het was een ontzettend geanimeerd gesprek.